Lady Durson, yes, zou u iets voor ons willen spelen? Yes, my dear. I play for you a mooi nummer in Engelse taal. I'm coming home. Yes. Dit is ome Joop. Het is eigenlijk geen echte oom, maar zo noem ik hem altijd. Ik leer hem kennen in 2006, maar eigenlijk ken ik hem al mijn hele leven. Van de verhalen van mijn oma. Zij leert ome Joop kennen in de oorlog. Joop van Deurs is een bijzondere man. Hij houdt van een grap en is altijd vrolijk. Hij is fanatiek filmer. Samen met zijn zoon maakte hij vele mooie films. Hij legt alle familieuitstapjes in binnen- en buitenland vast met zijn Super 8-camera. Door te kijken naar deze films leer ik ome Joop nog beter kennen. Hij neemt me mee op reis door zijn leven. Hallo! Dag. Goedemorgen! Ja, wat zie je er chic uit, zeg. Nou, ja, jij ook. Hoe is het? Redelijk goed. Oké, gelukkig. Nou, omstandigheden zeggen ze altijd redelijk wel. Oké. Maar ja. Hallo, Frida. Zo, dat ziet er mooi uit. Hallo. Hallo, oud. Leuk jullie weer te zien. Kijk, ja. Ik heb een pakketje meegenomen. Oh, wat schattig. Namens de hele familie. Goh, wat leuk. Lieve oom Joop en tante Frida. Hartstikke goed, joh. Wonderbaarlijk dat we vanaf de bevrijding in 1945 nog steeds contact houden met elkaar. Ja, is waar. Ja. Dat gebeurt niet vaak, hoor. Zo ook dit jaar. Wij wensen u rustige kerstdagen en een tevreden nieuwjaar. Ah, dat zijn schatten van mij, hoor. Nee, dat ben ik echt, hoor. Joop woont samen met zijn vrouw Frida in dit kleine appartement in een verzorgingshuis in Rijswijk. Hier bezoek ik ze regelmatig en altijd net voor de kerst breng ik ze een cadeautje. Ik woon nu in Den Haag, maar ben geboren in de Achterhoek, vlakbij de Duitse grens. Mijn familie woont daar nog steeds. En die familie is groot. Mijn moeder komt uit een gezin van 11 kinderen. Ik kan me mijn opa niet herinneren, maar mijn oma bezoeken we tijdens mijn jeugd elke zondag. Tijdens die bezoekjes gaat het gesprek regelmatig over die ene ome Joop uit Den Haag. En nu is het 2013 en bezoek ik Joop en Frida omdat ze 70 jaar getrouwd zijn. Oh. Nou, zo hard vroeg. Ja. Volgend jaar krijg je er weer een. Joop en Frida leren elkaar kennen eind jaren 30 in Den Haag. Ze zijn 18 jaar. Ik kwam in de winkel van zijn moeder te werken. En zo hebben we elkaar leren kennen, ja. Paul Keizer, de broodzak. Brood en baket en snoep en chocola en zo. Zij werkte dus als meisje bij mijn moeder achter de toonbank. Wat er besteld werd, dat deed zij of mijn moeder, een van de twee. Ja, en dat bleef dus eigenlijk zo. En s'avonds om een uur of zes werd er gesloten, geloof ik. Nou, dan ging ze naar huis en dat vond ik niet zo leuk als ze weer weg was. Al snel slaat de vonk over en de twee worden verliefd. Ze huren een huis in de Theresiastraat in Bezuidenhout. De toekomst ziet er goed uit. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit.
en ondanks dat besluiten ze toch te trouwen. In de strenge winter van 1942 geven Joop en Frida elkaar het jawoord. 2 december, dus we waren bezet, hè? En voor lieveleden was er eigenlijk weinig te krijgen. Er was geen eten eigenlijk, hè? En er waren geen drankjes, niks was er. En de visite die kwam dus bij mijn moeder. Maar we hadden dus inmiddels onderdak gevonden. We hadden de helft van een huis hadden we gekregen. En in de Theresiastraat. En dat was een prachtige mooie woning. We hadden een hele mooie kamer. We hadden prachtige meubels en slaapkamers. Het pasgetrouwde stel lijkt de oorlog goed door te komen. Maar dan wordt Joop op 21 november 1944 tijdens een razzia in Bezuidenhout opgepakt en meegenomen door de Duitsers. Ik geloof dat er, ik dacht totaal heb ik gehoord, iets van 500 Hagenaars gepakt werden toen. En die zijn allemaal hier en daar naartoe gestuurd. Nou, ik ben een race geweest en dat was een hele nachtmerrie, want die ging eerst met de tram van Delft ergens naartoe, weet ik niet meer waarheen. Daar moesten we overstappen op een soort Rijnaken die daar lagen, met een sleepboot daarvoor. En dan gingen we allemaal in. Dus waar we naartoe gingen, dat wisten we niet. Maar op het IJsselmeer moest je oversteken. Onderweg zijn er een hoop mensen overboord gesprongen. Want die denken, ja, maar gaat niet dat. Kijk, maar dan denk ik bij mij, wie spreekt er nou op het IJsselmeer midden in de nacht overboord? Dat verzuip je. Dat kan niet anders, hè. Na het IJsselmeer gaat de reis door Overijssel en Drenthe naar Groningen en vanaf daar over de grens helemaal naar het zuiden naar werkkamp Rees in Duitsland. De inmiddels zwangere Frida blijft alleen achter in Den Haag. Ik zat daar met een babyopkomst en toen zei mijn zuster, weet je wat, kom dan bij mij, want ik denk, ja, wat moet ik hier nou doen? Maar wist je waar hij heen was? Wist je überhaupt niets? Nee, helemaal niet. Ik wist niks. De situatie in Den Haag wordt steeds nijpender. Er is een ernstig tekort aan voedsel en de inwoners, waaronder Frida, krijgen het steeds zwaarder. Er was stakingen en alles was weg. We kregen een half broodje in de week, kregen we. Dus we hadden ook haast niet te eten ook. En we hebben ook gezien dat er mensen opgepakt werden en dat er jongens doodgeschoten werden. En daar moest je bij zijn, hè? Dat moest je zien. Waarom? Nou, die had gestolen uit de winkel. En die moest hij opschrijven van, ik ben een dief. En terwijl die daar dan stond te schrijven, schoot ze hem dood. Ja, was vreselijk hoor. Ik heb echt een rot tijd gehad toen. Hij heeft het ook zwaar gehad, maar hij is bij jullie geweest. En ja, toen had hij eten zat. Ja. Nou, uiteindelijk kom je dan een race terecht. En dat is een pannenbakkerij was dat, dakpannen werden daar gemaakt. Dus er waren hele lange loodsen van meter of 20 lang. En dan hadden ze de zijkanten dichtgemaakt met stro. Want het is allemaal open, pannenbakkerij, open alles. Hè? Helemaal dichtgemaakt en je lag hier in de stro allemaal. Ja, ik zie wel, hè. Ieder zocht maar een plekje op, want er is niks. Je zette je rugzakje neer met wat je aan of uittrok. Zette je daar neer, nou, dat was je plekje. En de andere ochtend, dus, dan moest je opgetrommeld worden. Kom, kom, kom. En dan moet je gaan werken, hè, spitten.
tankvallen maken. Het was ijs en sneeuw. Ja, dat zand, dat was ook keihard. Maar ja, goed, dan hakte je met een pikhouwel, weet je wel. 'S Ochtends, dan kwamen ze controleren dus, hè, wat er allemaal nog was. Nou, die was dan dood en die was dan dood. En die werden weggehaald. Hier op deze grond staan in de oorlog de pannenschuren van kamp Rees. Van eind november 1944 tot 23 maart 1945 zitten hier 3500 mannen die moeten leven onder mensonterende omstandigheden. Ruim 300 mannen komen hier om, net voor het einde van de oorlog. Het is hier op deze plek dat ik besef hoe bijzonder het is om in vrijheid te leven. Ik kan me nog goed herinneren als je 's ochtends wakker werd. Dan zat je zat te slapen, hè, want je had geen bed of niks, dat was niks. Hè. Zo. En dan zag je het stro van de luizen, zag je het stro zo gaan, door die hele brok heen. Ja, maar daar lag jij in. En dan kon je je kleren aanhouden, want ik heb me nog nooit uitgekleed, dat kon niet. Want er was niks. Er was geen water, er was geen wc, er was helemaal niks. Ja, kijk, je bent een harde jongen of niet? Haar broer, die ontmoette ik toevallig daar, dat wist ik niet eens. Ik liep dan s'avonds, als je dus vrij bent, dan kon je s'avonds een beetje lopen daar. Ik liep daar rond, ik denk, verrek, daar ligt Frank. Haar broer. Ja. Die was daar aan doodgaan. En die is ook gestorven daar. Ja, het was een vriendelijke, fijne jongen hoor, maar... Ja, er zat geen kracht achter. Hij lag daar en hij ging dood gewoon. Je moet dat tegenkennen, hè. Ik had van alles gedaan en dat interesseerde me. Ik moest gaan spitten, dan ging ik pitten. Wat moet ik anders doen? Op laat dacht ik, ja, maar ik ga weg. Ik zag die broer van haar. Ik dacht, ja, maar dat is niks van mij, joh. En toen dacht ik, ja, maar Joop van Deur, ze gaan naar huis, hoor. Dus ik ben weggegaan gewoon. Drie nachten heb ik door sneeuw en ijs van boer naar boer, want dat waren grensboeren. En die waren, wat het achteraf bleek, dus een bepaalde route wisten ze voor mensen die weg wilden. Maar dat wisten wij dus niet, hè. Dus wij werden de Joppe heette ik toen. Dan ging Joppe, maar Joppe. Joppe, ze moest... Kom Joppe, Joppe moest go. En uitkijken daar met die langste bomen. En langs die bomen, rechtsaf. Ja. Ziet u die boerderij daar? Ja, die zien we. Dan kan de heute slaven. Nou, uiteindelijk na drie dagen zag hij in de verte de kerk. Dat was Holm. Maar een plaatsje wist hij niet. Achteraf bleek dat de Duitsers, die draaiden de bordjes om. Of haalden de bordjes weg. Dus je wist helemaal niet waar je was, hè. Nee, bij de kerk moet je zijn. Ja, en dan? Met de venster kloppen. Ja, en dan? Dan moet je gewoon zeggen, Rees. Deur open, erin. Klein kamertje bij de pastorie. Had je een kleine kamertje. Kan je een nacht blijven slapen en zo. Krijg je eten en drinken en zo. En dan, ja. Morgen vroeg word je gehaald. Via de kerk van Mechelen en het noodhospitaal in Doetinchem komt Joop terecht in Silvolde. Ik werd van Doetinchem, van dat hospitaal, moesten we wegwezen. Met de auto getransporteerd. Naar Silvolde. Bij God, ik weet niet wat Silvolde was. Hadden we dat nooit verhoord. Silvolde, in de kerk. Op de zolder. En de volgende dag komt er een mevrouw. Die zegt, ga maar mee met mij.
zei, waar gaan we dan heen dan? Ja, ik heb een adres voor jou. Zei, waar is dat dan? Nou, ze schuin aan de overkant. En ze heette Lubbers. Zei, nou, waar hou ik mee met Lubbers? Ja, maar ze hebben wel een paar kinderen. Hallo, dag tante Frida. Met Mia in zo, met Mia in zo'n Valde. Ach, ome Joop. Sorry. En hoe is het met tante Frida? Ik zal het je geven. Oké. Okay. Ja, leuk hè? Ja. Van Helga gekregen? Ja. Oh, wat leuk. Oké, dank je. Ja? Ja, dank je wel. Ook. Ja, mag, ja. Ja. Zal ik doen. Doei. De eerste herinneringen aan ome Joop, ja, dat er dus bij ons iemand binnen was gekomen en die heel erg honger had. En dat mijn moeder hem dus flink te eten had gegeven. En dat we 's morgens wakker werden, dat alles uit het raam was gespuugd. Dus we hadden een wit huis bij ons. Hè. Het was het Witte Huis in Zoopvolde. En mijn moeder vond dat verschrikkelijk, dat dat helemaal een streep helemaal naar beneden ging. En die moest dus met een spinnenjager in en met water, moest dat 's morgens vroeg gewoon schoongemaakt worden. Want dat leek dus helemaal niet. In dit witte huis staan ook mijn voetstappen. Mijn oma woont er tot 1995. Elke zondagmiddag komen alle ooms, tantes, neven en nichten hier samen. Het is er altijd rokerig, druk, veel gekakel, maar vooral gezellig. We vieren er ook elk jaar Sinterklaas. Willem en Marie Lubbers, mijn opa en oma, hebben aan het einde van de oorlog 6 dochters. In de tijd dat ome Joop in het Witte Huis aankomt, is met tante Mia 9 en tante Annie 10 jaar. Ik weet nog wel dat hij kwam en zo, maar verder. En dat hij mager was. En dat hij geen haren had. Dat weet ik nog heel goed, ja. Omschrijf zijn verschijningen? Ja, gewoon mager en onverzorgd. En. Maar toch drong het niet zo tot ons door toen in die tijd dat hij veel geleden zou hebben. Dat hij dat eind had gelopen, dat allemaal nog niet. Dat is gewoon van dat heb ik er nou met die film allemaal gehoord. Hè? Tante Annie is mijn oudste tante. Ze is nu bijna 80 jaar. Zij wordt ook wel de videovrouw van de Achterhoek genoemd, omdat ze al meer dan 35 jaar filmt. Haar passie voor filmen is net zo groot als die van ome Joop. Bij elke gebeurtenis in mijn jonge leven is zij erbij met de camera. Je kunt wel in galop erop, of eraf, of eroverheen. Ja, maar dan mag ik niet van mama. Oh. Ja, en nou ziet mama het, hè? Dus nee, dat kan het niet. Nou, dit was mijn eerste. Ik snap niet dat ik geen pijn in de schoot heb gekregen. Wat kan ik ook alweer? Deze kan zo, hè? Heb ik toch jaren hiermee gesjouwd. Ome Joop. Zie dan, het is ook altijd, het was helemaal geen ome, maar wij noemden hem allemaal ome Joop. Dat denk ik toch, ja. Oh, en dat is van het begin af aan herdenkingstocht. Het is al mooi werk, hè? We denken aan die betroffenen zelfs. Und an ihre Familien. Dir vertrauen wir alle an, die ihr Leben lassen mussten. Aber auch alle, die mit knapper Not davon kamen. Das ist auch immer mooi, dass echt Deutsches da tun, hä? Wer seine Geschichte vergisst, steht in der Gefahr, Fehler wiederzumachen. Aber warum gehe ich nach die Herdenking von Rees? Omdat ome Joop bei uns was. Geweest, hä? Dat vond ik toch wel fijn om te hebben. En er zijn best wel eens mensen die zeggen van, ook omdat die vriendin van mij, die vader, die heeft toen ook geholpen die mensen over te brengen. En dan komt dat toch in je leven weer
telkens terug. Hallo, tante Frida en oom Joop. In deze film heb ik u willen laten zien dat er na 66 jaar in onze omgeving toch nog aan de dwangarbeiders uit Rees gedacht wordt. Veel mensen hebben uw vluchtroute uit 1944 nagelopen, maar onder heel andere omstandigheden. Het was prachtig weer nu. Heel indrukwekkend was het dat er nog 3 lotgenoten van u aanwezig waren. Zelfs veel Duitse mensen hebben in deze tocht meegelopen. Onze Reen en ik vonden het heel fijn dit meegemaakt te hebben. Tot ziens. Groetjes. Een flinke handdruk van Annie uit Azen. We hadden dus een niet zo groot bedrijf. We hadden 7 melkkoeien, ik denk zo'n 12 hectare. Het was akkerbouw, landbouw, veeteelt en kippen, varkens, alles hadden ze. Je had zelf groenten uit de tuin. Ze maakten alles in aan vlees en zo, dat zat allemaal in die kelder. Dus honger hebben we niet gekend. Aardappelen die poorten vader zelf en al die dingen. Die boerderij, ik dacht, dat is niet voor mij. Lekker buiten, de koeien wegbrengen, de koeien halen. Een kalfje werd er geboren. Joppe, moet je nog kijken? Ja, wil ik wel eens zien. Hup. Ik denk, nou, lekker hè. Je wordt eruit getrokken. En bieten draaien, moest ik ook doen. Nou, moest niet, ik moest niks. Kan je bieten draaien? Nee, dat kan ik. Ik weet niet wat dat is. Ja, die machine gooien ze beginnen te draaien. En dan wordt het pulver en dan wordt er gevoerd, hè, aan die koeien. Ah joh, ik vond het zo heerlijk, joh. Ik kwam van de stad, die wist helemaal niet dat er geschoffeld moet worden of weet ik wat. Met paden, met koeien. Hij vond het zo mooi dat er lag altijd wat op de deel, dat die koeien in de winter op de stal stonden. En dan mocht hij dat voor de koeien doen. Dat vond hij ook geweldig. Ik was daar gewoon, Joop, ik hoorde erbij. 'S Ochtends bakte ze paddenkoeken om een fornuis in de keuken, was de woonkeuken. Die keuken met die mensen er allemaal omheen, joh, dat vond ik zalig. Pannenkoeken, Joop, ja. Moet je nog spek erin of zo? Nou, lekker, hè. Het leek wel een hotel daar, joh. Dat is zo mooi. Ja, ik heb daar genoten, joh. S'avonds zaten ze op de bank voor de huisje. Dan praten ze allemaal in de achterhoeks. Nou, daar verstond ik haast niks van. Je gaat een paar woorden vang je dan wel op, maar voor de rest niet. Zo gezellig, joh, lekker zitten daar. Ja, zei Willem, als ze gaan schieten, dan gaat de piepje een klein stukje naar boven en dan batteren ze bovenop je kop. Ah joh, dat vond ik leuk. En dat vond ik een fijne gezin daar, joh. Ik heb daar genoten, hoor. Niet wetende dat dus in het, dat hoorde je wel eens van het Westen was slecht. Maar daar. Dat was alles. Terwijl Joop in de Achterhoek aansterkt, staat Frida er alleen voor met een baby. Want op 13 februari 1945 wordt Harry geboren, de zoon van Joop en Frida.
Na 2 weken mag ze begin maart vanuit de kliniek naar huis. Er hangt dreiging van een bombardement in de lucht. Frida krijgt het advies om te vluchten. De laatste spullen worden nog snel weggehaald uit het huis in de Theresiastraat. Want ze hadden steeds al gehoord, ja, het zal wel gebombardeerd worden daar. En zijn oom is toen meegewezen en zijn moeder. Toen hebben ze dan een en ander, maar ze durfde niet lang te blijven, want ze kon zo gebombardeerd worden daar. Hoe wist je dat het gebombardeerd ging worden? Werd daarvoor gewaarschuwd? Ja, dat hoor je dan, hè. En ook Marjolais, die wisten veel. Toen hebben hun dan nog wat mee kunnen nemen. Ik zei, nou, het voornaamste is het bedje, hè. Maar dat hebben ze niet meer gered, want toen waren ze al, begonnen ze al bezig te zijn. Dus zijn ze ook gevlucht, natuurlijk. Op 3 maart slaat het noodlot toe. Een voltreffer komt neer op het huis van Joop en Frida. Ze zijn in 1 klap alles kwijt. Onze spullen die lagen helemaal in de grond geboord allemaal. Dus je kon nog wel wat spullen vinden of niet? Was alles kapot? Nee, toen was alles al weg. En toen zijn we bij zijn tante zijn we ingegaan. En daar mochten we dan gelukkig wonen. En de eerste keer, want ik wist van geen toet of blazen met een kind. En zei ze, nou weet je wat, ik zal voordoen hoe je het moet doen. Dus die heeft me geleerd hoe ik het moet doen. Hoe ik het kind. En gelukkig voelde ik het zelf. Dus al die tijd heb ik hem zelf gevoeld. En dan vertelde hij wel eens van, want zijn vrouw was toen in verwachting. Maar in die tijd van ons werd helemaal niet over verwachting en van al die hele seksualiteit werd helemaal niet gepraat, hè. Dus het zei ons ook niet veel. En dat weet ik ook niet eens, of hij wel eens geweten heeft dat het kind geboren is. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar je vond het bijzonder dat hij in verwachting was? Dat wel. Dat wel, maar en dat hij dan soms ook heel moeilijk, hij werd dan ook wel emotioneel en dan snapte hij gewoon niet. En dacht hij, och, moet je toch fijn vinden zoiets? Nou, goeiedag moeders. Moeder had dus een bad gesjacht met brood. Weet je, had ze geruild voor eten en dan kreeg ze een badkuip. En die was zo blij dat ze een badkuip had. Maar ze kon nergens plaatsen bij ons. En toen gingen die achter in het fietsenhok. Want zoals dit, hè, daar was toch eerder een bad hier gestaan? Ja, met een gediende scheur. Ja. Och, toen was er nog niet eens een gediende. Ik woonde aan, hoort goed in. Maar die meiden, die moesten in het bad. En dan stond er wassen en afdrogen. Dus ze ging in de tuil met de fornuis aan. En er werd om de zoveel tijd werd het dus leeggemaakt en weer gevonden en zo. En dan gingen die meiders erin. Hup, en dan moesten we ze wassen. Eruit, hup. En dan kwam Dini en die maakte ze droog. Ja, dat is niet waar. Dat zou je willen, maar dat was niet zo. Maar dat denk ik niet dat ik toe heb gelaten. Dat weet ik als wel zeker. Is dan zomaar wat verhaal van, want dat weet ik zeker wel. Oh, wie was die zo pruts, als ik weet niet hoe. Ja, maar dat moet je nou niet vertellen tegen me. Ja, dat heb ik gezien. Nee, hij heeft met z'n zo gedaan. Ja, heb ik je helemaal bloot zo gedaan. En als je niet gelooft, wil ik het nu nog eens doen. En waar was nou de keuken? De keuken was dat kleine raam. En dat was de opkamer, daar had je een verhoging. En daaronder zat dus de kelder, met die gewelven. Weet je, van vroeger. En daar mochten wij dan slapen, als nood aan de man kwam. We staan hier dus in de kelder, met de gewelven. Hè? Dat is mooi. En hier, ik ben er ook al van de oorlog. Ja. En de oorlog stond door het bed. Nee, hier. Dit rek was weg in de oorlog. En er was hier tot hier met het zalpot geliekt, was helemaal een bed. Oh ja, maar allemaal planken, holte planken. Ja. En er lag een stro en er lag een holte deken op. En als dan de moppen kwamen, die riepen dan een eindpartje maken. Wee allemaal uit bed. En dan lagen we hier in de ring. Zo vol dat erop konden liggen, lagen die hier te slapen. En moeder die bijen dan, hè, van de heilige Jozef. Jawel, dat was heel indrukwekkend. Was het niet raar dat jullie allemaal mensen in huis hadden? Helemaal niet. Ja, raar. Dat kwam ook langzamerhand, hè.
En dan kwamen van het Rode Kruis kwamen ze die mensen brengen. En ik geloof dat wij dat wel heel gewoon vonden, want die lagen ook op een gegeven moment lagen die bij ons in bed. Ja, weet je, vader, die moest toen in de mobilisatie, is hij ook opgekomen, hè. Toen moest hij dus naar de Grebbeberg. En later, toen moest hij opkomen, en hij is bij het Rotterdam geweest, bij het bombardement. En hij heeft best veel meegemaakt. En hij had al die ellende gezien. En ja, en dan kwamen ze bij je thuis en dan werden ze gewoon opgenomen. Dat vonden ze als plicht. Je moet elkaar helpen. Ze hadden niks. Ze waren verdreven van huis en haard. En ze moesten toch onderdak hebben. En zodoende kwamen ze gewoon bij ons thuis. Joop zit 5,5 maand in Silvold als het einde van de oorlog nadert. In mei, nadat de Achterhoek bevrijd is, keert hij terug naar Den Haag, naar Frida en zijn inmiddels geboren zoon Harry. Och, dat weet ik nog wel donders goed. Dat was in de lente. En hij had zichzelf een karretje in elkaar gezet. Oh, niet groot als zo, hè. En dan zo'n groot ding. En wat hij daar precies in had, weet ik niet, maar die had een fiets bij zich zonder banden. En daar is hij toch helemaal mee naar Den Haag gefietst, hè. En dat is het laatste dat we hem weg hebben zien gaan. Dat weet ik nog heel goed. Nou, ik kan me herinneren dat hij wegfietste. Ook met fietsen. En wij zwaaiden. Opa zat erbij in. Mijn vader stond erbij in en zwaaide hij. Hij was onze ome Joop. Hij kwam thuis en zijn moeder deed eigenlijk open. En toen ik ineens zeg, oh. Nou, en toen ging ik naar de deur. Ze zei, oh, wat ben jij dik geworden en een kale kop. Dat was het eerste wat ik zei. Ik moest helemaal weer aan hem wennen natuurlijk. Ik denk, hij had altijd een smal gezicht en nou zo'n dikke kop. Was je zenuwachtig? Nee, ik ben zelden zenuwachtig hoor. Kijk. Helga, als je nou zoveel meemaakt, hè, dat je huis gebombardeerd, dat je helemaal niks meer hebt. Maar we hadden helemaal niks meer hoor, ook helemaal niks. Nou, dan maak je echt niet druk meer hoor. En denk je, oh, ze is er nog, hè, en het kind is er nog. Nou, dan moest ik ook al wennen natuurlijk. Hè. Ik weet nog goed, de eerste keer had hij het stiekem opgepakt, maar hij ging dan gauw, oh kom gauw, want hij plast geloof ik. Ja, dat was leuk. Na de hand was het mijn grootste vriend. Want ik heb met mijn zoon bussen gebouwd. En toekervens gebouwd. Hier zit hij. Dat was eigenlijk de eerste keer dat hij terugkwam. Dat weet ik wel zo heel zeker. Want die had toen wel al een fototoestel. Hadden wij ook niet. Maar hier dan is die tante Frida, die is nog hartstikke jong. Na Joop's eerste terugkeer naar de Achterhoek is het contact met oma en de dochters altijd gebleven. Dan zijn moeder, oma Joop had weer geschreven. En hoe gaat het en weet je, en zo. En dat was contact met mijn moeder, dat hij altijd brieven en zij schreef dan ook weer terug. Of gebeld, later kwam de telefoon en toen dan, ja. Ja, ik vind het best uniek dat ze zo lang contact hebben gehouden. Maar hey, dat is wel leuk altijd. Dan zegt hij, als hij dan, nou, dan maken we een einde aan een telefoongesprek. Ja, dan zal ik maar zeggen, goeiedag, want zoenen doe je toch niet. Ik zeg, op de doe je toch niet. Want bij ons vader zei altijd, dat moet je niet doen. Je moet een goede hand geven en dat is net zo fijn. En dan zei ik daar ook tegen oma Joop, maar die vond dat helemaal niet fijn. Ik zei, toch, doe ik het niet. Ja, en dan hebben we wel af, want ze zei, nou, laatste keer zei ze nog, ik wil zo graag dat jullie, die wij kennen, die oudste van ons thuis staan, dat jullie nog eens komen. En toen zei ik, nou, maar dat doen we. Dat doen we zeker.
Begin maart krijg ik een verontrustend telefoontje van Frida. Joop is plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Ik besluit hem daar op te zoeken. Ik vind het niet leuk hier. Ik wil weg altijd. Zeg, als ik hier te liggen, nou, dan kan ik thuis op. Zeg, als ik hier pennetjes moet slikken, dan kan ik thuis op. Dus waarom moet ik hier liggen? Ja, nou, dat zag hij wel. Hij zegt, maar ja, dat is logisch, zegt hij, want je wil naar huis. Jij wil ook naar huis. Als je ergens anders bent, of niet. Ja. Je bent een avontuurlijke meid, dus ja. Ik denk, hoor, dat vind ik hier ook leuk, terug in Dubai en zo. In Indonesië, ja, vind ik het ook leuk, hoor. Dat nee, je wil gewoon naar Frida. Ja, maar zo, je hebt zo bij je. Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. Je verlangt niet naar huis. Nou, soms wel. Als ik ergens ben waar ik bang ben, wil ik naar huis. Maar over het algemeen niet. Maar jij wil eigenlijk altijd naar huis. Ja, daar voel ik mij het beste altijd, hè. Ja. En hoe gaat het met Frida? Wat zei ze? Daar was ik echt bang voor. In het begin dan was het, ik krijg alles op zijn tijd en dit wordt voor goed verzorgd. Maar voor lieve lees dat toon af, hè. Dan wordt het, ja. Ja, ik mis je zo. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. Ik mis jou ook. Joop en ik praten over zijn leven, over het feit dat hij altijd zo vrolijk is. Want dat is iets wat me opvalt als ik kijk naar alle films uit zijn leven die hij maakt met Frida, zijn zoon Harry en zijn schoondochter Wil. De Kilima Friwihayos brengen nu Goodbye to you, no namanis. De Kilima Friwihayos. Ja, hoe gaat het bij? En mij gaat het goed, hoe gaat het met u? Dat zou ik ook graag weten, omdat het jou dus goed ging, hè? Ja, maar ik wilde u vertellen dat u morgen weer naar huis mag. Goh, en wat naar huis, zeg. Hoor je het, Joop? Had ik nooit gedacht, hoor. Ik denk, nou, ik maak de maand wel vol hier, maar... Geweldig, hè? Oost-West? Thuis-West. Kijk, nou. Nou, hier ben ik gezeten. Ik weet niet waar jullie me heen brengen, naar de Noordpool of zo. Waar wil je heen? Zuid of Noordpool? Laten we maar zuid gaan. Zuidpool? Ja. Spannend. Ja, ik vind het spannend, want je vrienden zijn niet zo lekker in orde. Nee. En dan denk ik van ja. Hebben ze wel gewoon tegen jou gepraat? Ja hoor, ja. Ja. Hier rechts. Hier rechts. Ja. Hallo, goedemiddag. Dag oom Joop. Goeiedag. De Achterhoek is aanwezig. Frida, hallo. Alles goed, je bent een beetje ziek, hè? Beetje ziek. Mia? Ja, ik ben Mia. Ja. Kijk eens, een bloemetje nog, joh. Ja. Oh, wat lief. Ja. Ik wil dadelijk even op het vaasje zetten. Ja, we zetten hem straks wel in een vaasje. Ja, ken je haar nog? Annie? Ja. Dag, oom Joop. Goeiedag.
Je hebt koude handjes. Ja, het is buiten zo koud, hè. Zeg maar, ik heb pas een foto van u gezien, toen u heel jong was. Een hele mooie foto. U zelf al. Maar ben er toch wel iets veranderd? Ben ik nog jong geweest? Oh, heel, ja, en een mooie man. En dat was u toen u bij ons was, in de schuilkelder. Ja. In onze Freebie Hayo Show treedt als eerste gast voor u op El Joppo met Spanish Eyes. El Joppo. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Ik ga een foto maken. Ja. Je mooiste glimlach die we nog in huis hebben, oma. Ja, dat doe ik ook. This is just adios and not goodbye. I'll return.